Dank u wel. Dat ik eerst even koffie moet inschenken, begin ik met een beetje een zeikerige opmerking. Dat ik voortdurend word geïntroduceerd als professor, terwijl ik dat niet meer ben. En bij het ambt van professor hoort dat je alle rechten en plichten aan dat ambt verbonden moet vervullen. Niemand weet precies welke rechten en plichten het zijn, maar toch, je moet ze vervullen. Kijk, nu heb ik geen lepeltje, dus ik moet even terug. Ja, het is niet anders. Maar nu wil het geval dat in de wet is vastgelegd dat je na 5 jaar na je emeritaat verlies je alle rechten en plichten aan het ambt verbonden. Ik neem aan, dus ook de titel van hoogleraar. En ik ben al ruim 5 jaar met emeritaat, sterker nog, ik ben alweer 1 jaar verder. En ik heb dus al heel ruim alle rechten en plichten aan het ambt verbonden verloren. Dus het zou een beetje valse voorwenselen zijn om mij hier te vertonen als hoogleraar. Ik ben een doodgewone AOW'er. Die er een beetje bij klusten. Ik erger mij wel eens aan mensen die dan nog na hun emeritaat nog eeuwig en altijd professor genoemd willen worden. Het is gewoon een functie die je vervult. Zij het, dat moet ik erbij zeggen, het is niet een wettelijk beschermde functie. Als u zegt ik wil mijzelf vestigen als professor in de weetniskunde, dan kunt u dat rustig op de deur zetten en u wordt niet bekeurd. Maar nogmaals, aan het normale universitaire beroep van professor komt 5 jaar na het emeritaat een einde. Dat al die lui bij zo'n dies ook weer in die zwarte jurk blijven lopen tot ze de dood beneervallen, dat geeft hoogstens aan, niet waar, dat ze door ijdelheid gedreven worden en al lang weer vergeten zijn waarom ze ooit hoogleraar werden, meestal door toevallige samenloop van omstandigheden in de benoemingscommissie. Maar dit alles terzijde. Ja, dat op zichzelf is het wel een interessante observatie. Meestal zijn hoogleraren de eerste 5 jaar na de benoeming vrij bescheiden, omdat ze ook wel weten hoe de bal gerold is. En dan zie je dat geleidelijk aan hun brein in de greep raakt van het idee dat het eigenlijk zo heeft moeten zijn. Dat onze lieve Heer eigenlijk al bij geboorte heeft gezegd, deze boreling is voorbestemd om hoogleraar te worden. Hij heeft alles wat de hoogleraar moet hebben. Ja, dat is een ingrijpende misvatting. U weet, onder hoogleraren schuilen ongeveer evenveel zwendelaars als onder bankdirecteuren. Daar komt het in grote trekken op neer. Ja, we weten natuurlijk van dat ene geval allemaal, maar er zijn ongetwijfeld veel meer gevallen. Maar omdat de meeste mensen die artikelen toch niet lezen, wordt dat niet helemaal duidelijk. Nu de geschiedenis, want daar kwamen we voor, ik ook. En de vraag is, heeft die geschiedenisstudie enig nut voor de toekomst? Dat is een hele concrete vraag. Heb je er wat aan? Stel voor, u wil een beetje weten hoe het in de komende 10 jaar zal gaan met de EU of met China of met de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa of met Mark Rutte of wat u ook maar weten wil. En u zegt van nou, ik raadpleeg daarvoor niet de tarotkaarten en ik vraag het ook niet aan de hoofdredactie van de Viva. Ik lees 5 prachtboeken over de 20e eeuw. En dan moet het toch een beetje duidelijk zijn hoe het allemaal gaat lopen. U mag dat best van mij doen. Ik zou zeggen, het is ook veel verstandiger dan de tarotkaarten te raadplegen. Maar u wordt er geen cent wijzer van. 0,0. Want als u die boeken hebt gelezen en u bent ervan zeker geworden dat u echt er iets van geleerd heeft, belt u mij dan, als ik nog in leven ben natuurlijk. En dan gaan wij zelf even een klein lijstje opstellen van wat er over 5 jaar gaat gebeuren en over 10, wat u dan dus weet. En dat schrijven we dan op en dat laten we notarieel vastleggen. En als er niets uitkomt, bel ik u even op en zeg, je ziet, je hebt er geen zakken. En laat ik een hele reeks van voorbeelden geven om mijn stelling dat je er niets aan hebt, om die duidelijk te maken. Want laat ik met de simpelste stelling beginnen. Ik weet niet of u het wist, maar Mark Rutte heeft geschiedenis gestudeerd in Leiden. En er zijn maar weinig mensen die zo weinig de indruk maken iets van geschiedenis te weten als juist Mark Rutte. Ik verwijs naar de formatie van 2010... en het daaropvolgende ingrijpende dieptepunt in de Nederlandse parlementaire politiek. Toen het volgende kabinet aantrad, zijn er 14 wetsontwerpen afgevoerd naar de prullenmand. Wat al een beetje aangeeft, niet waar, hoe die wetsontwerpen
eigenlijk lager. Maar goed, hij heeft, ja, ik moet er nog bij zeggen, Maxime Verhaar heeft ook geschiedenis in Leiden gestudeerd. Die hebben we ondertussen afgevoerd. Lijkt me ook alle reden voor, eerlijk gezegd. Samen hebben ze dat 20 jaar over gedaan, heb ik begrepen. Wat sowieso te denken geeft natuurlijk, hè. Als je met z'n tweeën na 20 jaar zo'n kabinet in elkaar zet, dan... Nou ja. Maar er is nog iets veel gekkers natuurlijk, dat de voorganger van Mark Rutte, namelijk Jan-Peter Balkenende, heeft ook geschiedenis gestudeerd. Is u in dat naast, daar zijn wat jongeren bij, maar ik vraag het aan de ouderen, is u in de tijd opgevallen dat dat, dus eigenlijk al sinds het aantreden van het eerste kabinet Balkenende, wat deze redenering nog iets pijnlijker maakt dan die toch al is, hebben wij alleen maar minister-presidenten gehad die geschiedenis hebben gestudeerd. En wat u ervan ook van mogen denken, een hoogtepunt zijn deze jaren in onze parlementaire geschiedenis niet geweest. Want ook Balkenende is mij nooit opgevallen door zijn diepe kennis van de Nederlandse geschiedenis. Denkt u aan het fameuze en enigszins infantiele VOC-momentje in de Tweede Kamer. Ja, of hij dat voorbeeld nou had moeten geven, nou, er is veel verdiend aan de VOC, maar u weet... Het ligt ook in alle andere opzichten. Voor de bevolking van de Banda-eilanden was de VOC weer niet zo'n hele fijne oplossing natuurlijk. Of Balkenende daarvan afwist of niet, daar wil ik even van afwezen. Maar wij hebben hier dus, hè, mocht u zeggen, nou het zou toch nuttig zijn. En je leest dat nog wel eens in de krant, dat politici wat meer historisch benul hebben. Waardoor ze de meest elementaire stommiteiten niet bedrijven. Nou ja, nou hebben we er dus twee gehad, academisch gevormde historici, waarvan de een heeft gestudeerd aan de VU, dus het hele panorama van de Nederlandse academische wetenschap hebben we hier compleet. Er is ook nog iemand die protestantse geschiedenis heeft gestudeerd, wat zoals u weet een totaal andere geschiedenis is dan de katholieke geschiedenis. Ik zwijg nog even van de heidense geschiedenis, die er nog weer helemaal anders uitziet, of de liberale geschiedenis natuurlijk. Ook weer een heel apart vak. En het heeft geen zak geholpen. Dat zult u toch met me eens. U mag, als u het er niet mee eens bent en u zegt, nou, ik vind toch die Rutte een man niet waar, waarbij de historische analyse toch heel dicht aan de oppervlakte ligt. Nou, we hadden vandaag, ik keek toevallig heel even tv, ik zag weer dat momentje waarop die zegt, geen cent extra naar de Grieken. Hè? Geen cent extra. Het gekke is dat zijn collega's die ook aan dat debatje deelnamen heel verstandig zijn. Nou ja, er zijn omstandigheden denkbaar dat we dat misschien toch zouden moeten doen en dan moeten we geen nee zeggen. Nee, Rutte zei geen cent. En daar staat hij in zijn hemd natuurlijk, hè? Ja, in zijn VVD-hemd. Nou heeft Rutte natuurlijk, dat moet ik hem nageven, Rutte is op zichzelf een aardige jongen. Hij lacht iets te veel. Maar dat wordt gecompenseerd doordat hij in kleine kring zich enorm schijnt te kunnen opwinden. Heb ik gehoord, ik ben er nooit bij geweest hoor, maar heb ik gehoord uit kleine kring. Maar hij heeft het noodlot dat hij een betrekkelijk linkse VVD'er is. Misschien vindt u hem conservatief, maar in dat gezelschap is hij links. De VVD is namelijk een veel rechtsere partij dan u op het eerste gezicht wel zou denken. Denkt u vooral niet dat de VVD iets met Thorbecke te maken heeft? Dan zou die arme man zich in zijn kist omdraaien, als u dat zou denken. Hè? Dus als u ooit denkt van, waar is toch de geest van Thorbecke, dat klopt, die is geweken. Een hele intelligente man met overigens interessante conservatieve opvattingen. Wat weer heel wat anders is dan wat wij heden te dagen verstaan, onze conservatieve opvattingen. Goed, ik ga u een ander voorbeeld geven. U weet, 2 dagen per jaar... Ik druk op mijn iPhone, daar ben ik erg trots op. En hij staat ook op de vliegtuigmodus. Hè? Wat doe je nou als het toestel gaat neerstorten? Krijg je hem dan gauw genoeg terug op de gewone modus om te zeggen, hij stort neer. Lieve mam, ik hou van je. Ik heb altijd, ik denk ook nu aan, ja, ze is zalige nagedachtenis. In mijn geval heeft dat geen enkele zin, maar goed. Ja, ik ga u een ander voorbeeld geven. U weet, er zijn 2 dagen per jaar in Nederland waarop wij historisch beschouwen. Omdat we denken dat dat moreel noodzakelijk is. En dat is 4 mei en 5 mei. Ikzelf
ja, wanneer zal ik voor het eerst bewust zijn geworden van deze gewoonte in Nederland? Ik denk toen ik een jaar of 15 was en ik kan me niet anders herinneren dan dat ze al die jaren sinds 1958, toen ik 15 was, zeiden dat die Tweede Wereldoorlog een beslissend, kardinaal moment in onze geschiedenis was. Een eikpunt voor eigenlijk alles wat daarna is gekomen. Dat het van het allergrootste belang was om nou juist de lessen uit die Tweede Wereldoorlog te leren. En u weet, ons land staat ook vol monumenten om ons dagelijks te herinneren aan die. Hè, hier vlak achter u, net om de hoek, staat een van de allerlelijkste monumenten die ooit gerealiseerd zijn in Nederland. Dat is Mien met de IJsko. Ik weet niet of u dat wist dat het zo heette, maar de Utrechters noemen haar Mien met de IJsko. En ik vind dat eigenlijk al te complimenteus voor deze monstrueuze creatie. Ja, in allerlei opzichten is er eigenlijk maar één echt goed oorlogsmonument. En dat is Jan Wolkers gebroken spiegels in het Wethaanpark in Amsterdam. Gaat u maar eens kijken. Jammer genoeg doet de gemeente Amsterdam bar weinig aan het schoonhouden van het monument. Waardoor in feite de kern van de boodschap van dat monument vanzelf teloor gaat. Want de hele zaak is overdekt met een laag stof. Al is dat ook wel weer een beetje de ironie van de geschiedenis misschien. En is zelfs dat beeld met stof een beter beeld van hoe wij tegen die Tweede Wereldoorlog aankijken dan het beeld zonder stof. Ik vroeg me ook af bij het opblazen van die Baal-tempel van door ISIS, die trouwens tegenwoordig Bel heet. Ik heb het een raar woord eigenlijk, hè? Driemaal bellen, ik weet het niet. Maar goed, in onze paar jaren heette die Baal. Ik weet ook niet hoe dat is, maar die hebben ze opgeblazen. En ik weet niet, u heeft natuurlijk ook vol verontwaardiging, schandelijk en zo. Dat dacht ik ook wel hoor. Maar dan denk je toch bij jezelf, is onze vaderlandse geschiedenis eigenlijk niet begonnen met een vrij omvangrijke beeldenstorm. Hè? Waarbij eigenlijk het haven en goed in de katholieke kerken kort en klein geslagen is. Je ziet in musea zie je nog wel eens van die heilige beelden zonder hoofd. Hè? Dan denk je, hoe, hebben ze die zonder hoofd gemaakt of zo? Maar nee, die hebben ze toen afgeslagen. En ik kan me helemaal niet herinneren, nog van mijn middelbare schooltijd, nog van mijn studietijd, dat de staf gebroken is over die beeldenstorm van 1566. Hè? Dus ja, wat moet ik nu? Nu ze de Baaltempel hebben opgeblazen. Ja, dit doet mij even denken aan een kleine, leuke anekdote. Ik was in het British Museum en daar hebben ze de prachtigste collectie ter wereld van Assyrische laagreliefs. Echt, als u daar bent, ga in godsnaam even kijken. Ga niet naar die Elgin marbles kijken, daar is niks aan. Die zijn zwaar beschadigd en die kunnen ze net zo goed weer terugsturen. Zelfs de Grieken kunnen daar niet meer aan verpesten dan er al aan verpest is. Dus, maar die Assyrische reliefs zijn geweldig. En toen ik er was, stond er een bordje bij. En daar stond bij, ja, wij worden vaak beschuldigd van diefstal van klassieke schatten uit het Midden-Oosten, ook ten aanzien van onze Assyrische reliefs. Maar, beste bezoeker, realiseert u zich wel, als we ze niet gestolen hadden, zouden ze nu allemaal aan diggelen zijn geslagen. En ik vond dat toch een ontzettend leuke boodschap. Hè? We hadden veel meer moeten stelen. We hadden die hele Baaltempel mee moeten nemen. Hè? Hij had er niet ingepast in Leiden, maar het was toch een lollige mop geweest. En natuurlijk die Syriërs piepen, waarom doen jullie dat? Nou ja, jullie zijn er niet mee te vertrouwen, het is jammer, maar waar. Dus als er ergens nog iets over is, laten we het nu vast gaan jatten. Nee, dat ze het niet over 10 jaar ineens ook allemaal op gaan blazen. Niet dat wij ook niet van alles hebben opgeblazen hoor, daar niet van. Zoals mijn broer altijd zegt, burgemeesters na de Tweede Wereldoorlog hebben meer monumenten vernietigd dan de Duitsers tussen 40 en 45. En hij schijnt dat ook getalsmatig goed te kunnen onderbouwen. Ja, wat zegt men dus op die momenten 4 en 5 mei? Laten we een les leren uit deze vreselijke, vreselijke jaar. En wat is de les? De les is dat wij niet mogen uitsluiten en discrimineren. Dat iedereen erbij hoort. Dat je niet kunt zeggen dat sommige mensen die andere petjes dragen of een ander geloof aanhangen of gekke namen hebben, dat die er niet bij horen. Dus we hadden dat eigenlijk al, nou ja, wanneer begint Fortuyn en de PVV, zo'n beetje
jaar of 10 geleden globaal gesproken, nee iets meer. Toen hadden we dus meer dan een halve eeuw hadden we deze boodschap 2 dagen per jaar door al de denkbare autoriteiten die je in Nederland ooit bij elkaar hebt gezien, hebben we die ingepeperd gekregen. En wat bleek? We hadden er niets van geleerd, maar dan ook helemaal geen ene zaak. Nou, sommige mensen misschien wel, maar u ziet dat ruim een kwart van de bevolking, en persoonlijk denk ik, als je even een beetje kritisch doorvraagt, dat je al heel gauw aan 30-40% van de bevolking zit, die is graag bereid om te discrimineren en uit te sluiten. Want ja, je kunt die Mohammedanen niets vertrouwen, hè? Zeg het nou maar eerlijk, je kunt ze niets vertrouwen. Het is een hele gekke godsdienst, hè? Denk aan die Koran, dat is een door en door gewelddadig boek. Waarbij ik misschien weer een andere anekdote moet vertellen. Dat om een of andere duistere reden besprak ik deze kwestie met Maarten het Hart. En die zei, het Oude Testament is 8 keer zo dik als de Koran en 8 maal zo gewelddadig. Waarop ik het onmiddellijk gelezen heb. En ik sta 100% achter een Koranverbod, mits het Oude Testament ook wordt verboden. Ja, ik zie dat u daar toch een beetje moeite mee hebt, met dit fundament van onze christelijke beschaving. En hoe komt dat eigenlijk? Omdat wie van u kan gegarandeerd getuigen dat hij het hele Oude Testament van voor naar achteren heeft gelezen? Wie? Dirk, ja. Die ken ik van de studie, hè? Ja. Vroeger, maar ik heb het heel recent. Heb je het recent nog gelezen of niet? Nou, kijk, nog recenter dan ik. Nou, het is verschrikkelijk, het Oude Testament. Echt. Ik heb het gelezen en je oren vallen van je kop af. Je hebt geen idee van de gewelddadige wraakzucht van Yahweh, niet waar, die in dat boek wordt vermeld. En van de ongekende bloederigheid. Er is eigenlijk 1 lange continuïteit tussen het Oude Testament en wat u vandaag de dag op de televisie uit het Midden-Oosten ziet. Zou ik ook nog een leuke anekdote bij kunnen vertellen, maar daar hebben wij jammer genoeg helemaal geen tijd voor. Ja, dit zijn 2 praktische voorbeelden. Dat we dat dus kennelijk helemaal, die Nederlanders hebben dus heel weinig begrepen van die boodschap die al die gezagsdragers in die tijd hebben uitgesproken. Want anders zouden ze toch wel, wat zeg ik, de Duitsers, die natuurlijk eigenlijk sinds 1945 aanhoudend door iedereen op hun nummer zijn gezet, dat het zulke onbeschrijfelijke klootzakken zijn, hè, zulke ongelooflijke moordenaars. Hè. Hoe is het ook weer? De dood is een man uit Duitsland. Die zijn in deze crisis waar we nu weer even over, dat is helemaal geen crisis, maar dat is nou vers 2, maar wij zijn gek op crisis. Hè. Onze media zijn verslaafd aan crisis. Dus wat er ook gebeurt, als het geen crisis is, doen ze er niks aan. En als ze er iets aan doen, wordt het een crisis. Ja, kan er ook niks aan doen, maar zo is het ongeveer. Zitten wij met een vluchtelingencrisis die Europa absoluut niet aangekomen. Kom op. Ja, als we nou 1 miljoen mensen binnenlaten dit jaar, wat is dat? Dat is 0,5 promil, geloof ik, hè? Of is het, ja, we hebben 500 miljoen inwoners, dus dat is het, ja. Is dat erg? Nu lijkt mij helemaal niet. He, bovendien de meesten moeten weer terug, want die mogen ook voor gedragstechnisch niet blijven. En een gedeelte mag blijven, zolang het in Syrië zo'n beroerde toestand is, moeten we daar zo paniekerig over doen. Zou het niet handiger zijn als we dat iets beter organiseren, die lui iets beter zouden opvangen. Overigens zouden betalen voor de opvang in de regio. He. Moet iedereen eens dat over opvang in de regio, maar ik hoor begrijp van de Verenigde Naties en van de UNHCR dat er in feite niet betaald wordt. Ja, dan zit je daar wel met een groot probleem in de regio natuurlijk. Goed, dit de zaakjes. U zou ook, als u de titel van deze lezing heeft gezien en u heeft een beetje nagedacht over geschiedschrijving en over historici, dan moet u zich toch eigenlijk af hebben gevraagd, goh, zijn er nou voorbeelden van historici die op grond van hun grondige historische studie dingen hebben voorspeld die eigenlijk niemand had zien aankomen. Hè? Waar je echt denkt van, hoe is het mogelijk? Wat een inzicht wordt hier getoond. Hè? Nou, laten we uit het recente verleden 2 voorbeelden nemen. Ik heb het niet over dingen die u ook kunt voorspellen, hè. Het is een beetje de thematiek van de seizoen.
We gaan nu bijvoorbeeld naar de herfst toe in Nederland. Ja, dat durf ik zo te voorspellen. Ja. En heel vaak krijg je na de herfst de winter. Stelt de laatste tijd weinig voor, maar zielig voor de ijsberen. Maar u weet, die zijn genetisch zo verwant aan de bruine beren, dat ze hoeven alleen maar iets bruiner te worden en dan is dat probleem ook opgelost. Ja, ze schijnen ook nog kruisbaar te zijn, maar goed, daar gaan we nu verder niet op in. Moet u maar aan een deskundige vragen, er zijn zoveel lezingen bij dat studium generalen. Er zal zeker wel een ijsbeerlezing bij zijn. Ja, het is een heel populair dier geworden. Hè. Nu ze ook allerlei menselijke ziektes blijken te hebben gekregen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als ik zo'n ijsbeertje van dierentuin was, had ik ook een menselijke ziekte gekregen waarschijnlijk. Waar was ik nou gebleven? Twee voorbeelden. Ja, twee recente voorbeelden. Ja, en het gaat er niet om dingen die u ook kunt voorspellen. Dus de winter en dat daarna het voorjaar komt. Want u kunt wel voorspellen dat er winter komt. Hè? Dat is goed te voorspellen. Maar u hebt geen idee wat voor winter er komt. Hè? Volgens de Nederlandse media komt er een winter met een Elfstedentocht. Maar daar durf ik zo uit de losse pols te zeggen dat die kans kleiner is dan 10% dat er een Elfstedentocht komt. Laten we trouwens ook hopen dat mijn voorspelling juist is. Want je moet er niet aan denken dat die hysterische boel van zo'n Elfstedentocht weer eens over ons heen valt. Hè? Dat wordt dan als leuk, hè? Een leuke gewoonte is dat. Zou onmiddellijk verboden moeten worden. Als de Meilaar werd er warm water naar Friesland gepompt. Maar goed, laten we iets nemen waarvan je achteraf zegt, hoe is het mogelijk dat het niet voorspeld is? Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Nou, dan hebben we vanzelfsprekend de kredietcrisis. Wat dacht u dan? Is die voorspeld? Achteraf zegt u, hoe is het mogelijk dat die bankiers anderhalf decennium lang de meeste waanzinnige dingen gedaan hebben? Dat ze geld hebben geleend aan mensen waar zelfs de grootste oetlul van had kunnen voorspellen dat ze het nooit terug zouden betalen. Griekenland. Hè? Als ze nou één historische les hadden kunnen trekken uit de geschiedenis van het moderne Griekenland. Ja, ik bedoel niet die klassieke helden. Het gaat niet over Pericles. Hè? Die zei, wat daarmee gebeurd is, dat is een raadselachtige zaak. Hè? Dat heb je sowieso met die klassieke beschaving. Hè? Dat je in Griekenland denkt, zou die oude Griek allemaal geëmigreerd zijn? Hè? Naar Nederland of zo? Of zijn ze nog wel, maar zijn ze gedegenereerd? Hè, dat zou natuurlijk ook een ideetje zijn, maar hoe ze van die oude Grieken nieuwe Grieken zijn geworden, daar word je niet opgewekt van. En ik moet u zeggen, ik liep een museum in Rome in, het grote museum van de Romeinse geschiedenis, wat ik u ook warm kan aanbevelen, er is ook niemand, dus u heeft een heerlijke tijd in het museum. Dan hoe druk in Rome het ook is, in het museum komen ze niet. En daar stond een heel groot bord bij de ingang van het museum. Ik geloof in het Latijn, maar dat ben ik vergeten, maar ik had mijn zwager bij me, die is er goed in. En daar stond op, waar dankten de Romeinen hun succes aan? Nou, waar dankten de Romeinen hun succes aan? Wat stond eronder? Organisatie en discipline. Ik was toen net een week in Rome. Waardoor je denkt, wat zou hier gebeurd zijn? Hè? Hoe is dat mogelijk? En als je aan het goed aangeharkte Nederland van vandaag denkt, en je telt er 2000 jaar bij op, dan mogen we blij zijn als we tegen die tijd de boel beter voor elkaar hebben dan Gabon of Sierra Leone of Darfur of weet ik wat je voor verschrikkelijke oortje zou weten te verzinnen. Ja, sorry dat ik even afdwaal. Het ging om die kredietcrisis. Hadden we dat kunnen voorspellen? Is het voorspeld? Nee, door niemand. Ja, dat geef ik u toe. 1 of 2 mensen hebben het voorspeld. Maar daar hebben we te maken met een heel interessant probleem. Dat die mensen, toen ze dat voorspelden, hier zei iemand, ze hebben het wel voorspeld. Er zijn een stuk of 2, 3 deskundigen die het voorspeld hebben. Maar als je iets voorspelt wat vrijwel iedereen voor onmogelijk houdt, dan word je al heel snel thuis opgehaald met een dwangvest en afgevoerd
He? Er is niets zo gevaarlijk als gelijk hebben voordat duidelijk is dat u gelijk heeft. He? Ik wil daar geen praktische voorbeelden van geven, maar daar moet je enorm... Ook als u ooit denkt van dat gaat gebeuren, wat u moet doen, en dat sommige van die deskundigen hadden dat gedaan, dus tegen speculeren tegen de kredietcrisis, zal ik maar even simpel zeggen. En dan kun je, er zijn er mensen bij die zijn miljardair geworden van abesse speculeren op dat moment. He? We hebben nu ook weer allemaal bewegingen aan de beurs en daar wordt altijd bij vergeten. De beursmensen, de wereld rond de beurs, verdient geld aan zowel stijgende koersen als dalende koersen. Dus het is hartstikke nuttig om af en toe de koersen te laten stijgen. En dan laat je ze weer flink dalen en dan stijgen ze. Want ze zijn nu weer gaan stijgen. Dat leidt tot enorme omzetten. Daar kun je heel komisch over lezen bij idealisten die bij een bankfirma, die bij een beursfirma in dienst treden. Want die denken in eerste instantie, wat vreselijk. De koersen zakken, wat nu? Nou, wat nu helemaal niet, dan verdien je dik geld aan als beursmakelaar. Hè? Nou ja, ik geef u maar een tip. Hè. Het is een hele creatieve wereld, dat moet je wel zeggen. Dus afgezien van die enkele gek, heeft niemand het voorspeld. Met verschrikkelijke gevolgen, dat wat ons tenslotte overkomen is in een gigantische financiële debakel is geworden. Als u denkt van, hadden we het kunnen weten, ja, daar is een ontzettend leuk boek over. En dat heet Zes Eeuwen Financial Folly, van twee bekende Amerikaanse economen. En daar wordt uitgelegd dat de financiële crisis, is een structureel element van laten we maar zeggen, een geldeconomie, om het maar simpel uit te drukken. Dus we hebben nu, hoe lang duurt het voordat de financiële, de structuurcrisis een beetje doorgewerkt is? Een jaar of zeven. Nou, telt u het even op. 2008, dat hebben we vandaag, 2015. En u weet het, onroerend goedmarkt trekt alweer lekker aan in Amsterdam. Utrecht ook trouwens. Ja, niet een harde berg, maar goed. Daar wilt u ook niet dood aangetroffen worden natuurlijk. Die paar mensen uit Hardenberg die hier vanavond aanwezig zijn, zijn ook op de vlucht. Dus ik heb helemaal niet het gevoel dat die gekwetst worden, eerlijk gezegd. Nee, ik moet u zeggen, wanneer studeerde ik af? In 1370 of zo. Dus ik ben al 45 jaar beroepshistoricus. Is mij nooit in de kring der beroepshistorici opgevallen dat historici een scherpere blik hebben op datgene wat er gaat gebeuren, wat wij nog niet weten, dat er gaat gebeuren dan anderen. Dan psychologen of sociologen of wie ook maar. Mensen die een scherpe kijk hebben op maatschappelijke ontwikkelingen, dat valt in geen enkele studie te leren, daarvoor moet u een beetje gezond verstand hebben, je moet een beetje cynisch zijn en nou ja, je moet een beetje gut feeling hebben. Hè? Zo'n beetje wat George Bush had. Ook een man met een hele verreziende blik, zoals u weet. Ja, nimmer is mij opgevallen dat historici een scherpere analyse hadden van datgene wat er fout kon gaan dan andere mensen in de samenleving die hele andere dingen hadden geleerd, die zich überhaupt nooit met het verleden hadden bezighouden. Misschien mag ik even een tussenprobleem aansnijden, want dan zult u denken, hebben we dan helemaal niks aan historici, 0,0. Nee, dat is helemaal niet zo. Ik zal u straks duidelijk maken dat historici allerlei hele nuttige dingen kunnen doen. Die ze beter zouden kunnen doen, deels, dan wat ze nu doen. En ik moet u ook zeggen, er zijn maar weinig vakken die zich zozeer lenen voor popularisering als geschiedenis en historische analyse. Dat wil zeggen, als u een voltooide middelbare schoolopleiding heeft, HAVO heb ik mijn twijfels bij, maar ik wil daar niet verder op ingaan, omdat het dan gauw kwetsend wordt. Maar u kunt ook heel intelligent zijn als u HAVO heeft gedaan. Had u gewoon het verkeerde schooltype. Kan gebeuren. Maar als u een voltooide middelbare schoolplein heeft, kunt u in feite alles lezen over geschiedenis wat er al zo populariserend over geschreven is. Want u moet geen academische stukken lezen. Dat is niet verstandig.
want die begrijpt, daar begrijpt u niks van. En u kunt wel de summary lezen. Meestal is dat al een vrij ruime samenvatting van wat er in dat stuk beweerd wordt. Ja, ik was hier laatst bij een academische lezing, toevalligerwijze. Ik moest erna. En het was schijn een hele veelbelovende jonge academicus te zijn. En het ging over literatuurtheorie. Sowieso wel een vak waarbij je denkt, zouden we daar geld aan moeten besteden? Maar goed, dat is puur mijn vooroordeel. Ik geef u, als u er wel aan doet, dan mag het van mij. Mits u de hele theorie vervolgens met de grond gelijk maakt. Hè? Zoals W.F. Hermans zei, je mag best een roman schrijven, maar je moet een heel genre vernietigen. Dat is een hele mooie. En ik moet zeggen, dat viel mij op. Het was een zaal vol studenten. En de eerste 5 minuten deden ze moeite om het te volgen. Het werd voorgelezen natuurlijk. Hè. Mag ik ook een tip geven? U kunt voorlezen in de loop van uw leven, maar dat is als uw kinderen in slaap moeten raken. Hè. Daar moet u voorlezen. Uw voorleesstem is zeer geschikt om de kinderen al heel snel. Ja, in mijn geval ging het zo snel dat ik vaak eerder sliep dan de kinderen, maar. Dat is weer verkeerd natuurlijk. Maar verder, als u ooit een praatje moet houden van welke aard dan ook, kort of lang, doe het uit uw hoofd. Hè? Want dan maakt u andere zinnen en dan loopt het beter en dan kunnen mensen luisteren naar voorgelezen zinnen. Laat staan naar voorgelezen zinnen uit academisch proza, kan geen normaal mens luisteren. Je krijgt al snel, denk je, ik heb een tia. Hè? Je hersens kunnen dat gewoon niet aan eigenlijk. Nou, na 5 minuten was het duidelijk dat de zaal alle interesse in het betoog verloren had. En moet u zeggen dat ik het verder ook niet gevolgd heb. Te meer omdat ik nogal van romans hou en hoe meer je van literaire theorie houdt, hoe minder je van romans houdt. Daar heb ik ook wel een anekdote bij, maar daar is de tijd ook te kort voor, jammer genoeg. Ja, dat u niet denkt dat ik geen bewijsmateriaal voor handen heb. Ik vind wel dat Nederlandse historici en Nederlandse academische historici, laten we even ervan uitgaan voor het gemak dat het de beste historici zijn die wij hebben, dat die zich misschien iets meer zouden moeten inspannen om de publieke opinie te zoeken. Dat wil niet zeggen dat je elke dag bij de Wereld Draait Door hoeft te zitten om je door Matthijs van Nieuwkerk in de reden te laten vallen. Dat offer hoeft u niet te brengen. Er zijn ook serieuze programma's waar je wel wat meer armslag hebt, verbaal gesproken. Maar dat gebeurt toch veel te weinig. En dat heeft te maken met een heel wonderlijke ontwikkeling in de academische wetenschap. Want u weet, als u naar de jaren 50 zou kijken, dan zou u zien dat onze tophistorici in de jaren 50, Geil, Romein, Rogier, dat allemaal lui waren die regelmatig figureerden in de publieke opinie. En zelfs daar nogal gerucht veroorzaakten. Geil heeft een stuk geschreven tegen het feit dat de kwaai minister-president werd. En dat stuk werd geweigerd door de NRC. En daarna is het in Vrij Nederland gekomen en zo is dat een soort cause célèbre geworden. Kenmerkend voor de toenmalige NRC. Ja, ik weet niet wat ik van de huidige NRC moet denken. Ik ben opgegroeid met de wonderlijke gedachte dat alles wat in de NRC staat, dat waar is. En ik begon daar pas aan te twijfelen toen ze de hele voorpagina hadden besteed aan de trouwjurk van Mabel Wisse-Smit. Toen dacht ik, er moet toch iets mis zijn met dat blad. Hè? Op een of andere manier. Ja, het kan ook zijn dat de hoofdredacteur in slaap was of toevallig in Gent. Ik weet het niet precies, maar ik vond dat absoluut niet kunnen. Dat zouden ze moeten doen. En waarom? Je maakt tegenwoordig in academische kring geen carrière door een mooi boek te schrijven over Nederlandse geschiedenis, wat u en ik zouden kunnen lezen. Dat moet u direct vergeten. U maakt carrière door Engelstalige artikelen te schrijven in bladen waar u nog nooit van gehoord heeft. En het zou u de grootste moeite kosten om er eentje te vinden. En het aantal historici wat serieus schrijft voor een grotere markt is steeds kleiner en kleiner geworden. Ik denk dat u helemaal niet eens weet wie de hoogleraar Nederlandse geschiedenis in Leiden is. Er valt een diepe stilte. De enkeling weet het wel, maar die denkt, Jezus, daar word ik het bij het verkeerde eind heb. Misschien
misschien is het nog steeds fruin. Dat zou toch kunnen, hè? Het idee weer leven heeft gekregen. Weet niet wie zal het zeggen. Ja, de leerstoel van Fruin, zo heet het nu eenmaal. Ja, dus men is voor de carrière afhankelijk van een systeem wat in feite volledig buiten het publieke debat in de ruimste zin van het woord in Nederland staat. En dat is ontzettend jammer. Daar zou iets aan gedaan. Want wat is de best verkopende Nederlandse historicus? Wie is de meest succesvolle schrijver van historische boeken in Nederland? Nee, dat ben ik niet. Nee, was ik het maar. Hè? Was ik het maar. Dat is Geert Mak. Wie zei dat? Geert Mak, ja. Die helemaal geen gediplomeerd historicus is. Hè? Want dat mogen gediplomeerde historici graag zeggen. Het is wel een leuk boek, maar de schrijver is niet gepromoveerd. Dat is inderdaad uiterst pijnlijk, hè. Terwijl ik proefschriften heb gelezen waardoor ik zou zeggen de betrokkenen moet gedepromoveerd worden. Goed. Ik hoop dat dat ooit verbetert, maar ik heb helemaal geen hoop op dit punt. Want het hele selectieproces in de universiteiten en zo werkt zo dat het op dit punt automatisch de verkeerde kant op gaat. Ik zwijg nog even van het totaal overbodige Engels gespraat aan universiteiten. Daar ben ik, ja, Ad Verbrugge is er ook tegen, ik weet het. Dat vind ik de grootste druiloor die in Nederland levend rondloopt. Maar toch, op dit punt ben ik het 100% met hem eens. Er wordt aan de universiteit voortdurend zonder enige dringende noodzaak Engels gesproken. Door docenten die geen native speakers zijn tegen studenten die al moeite genoeg hebben om zich in het Nederlands adequaat uit te drukken. He? Laat staan dat ze het in het Engels zouden kunnen of willen doen. He? Je kan eens goed Frans gaan spreken. Ja. Goed, dat heb ik ook allemaal gezegd en nu komen we aan een punt. Hoe komt het nou dat velen van u denken dat die geschiedenis best nuttig zou kunnen zijn? Sterker nog, hoe komt het dat in de media bijvoorbeeld dat niemand zich schaamt voor allerlei betogen over het is toen toch zo gegaan en dan moet het nu toch wel zo gaan? Nee, dat blijkt eigenlijk helemaal niet het geval. Dus nou, misschien afgezien het geval van Griekenland. We hebben vermeden, door nog weer eens wat te doneren, dat Griekenland failliet zou gaan. Ik geloof, als het failliet zou zijn gegaan, zou het de vijfde keer zijn sinds de nieuwe Griekse staat bestaat. Dus we hadden wel een les uit het verleden kunnen trekken. Maar heeft u dat ergens gelezen, deze nuttige kennis? De Griekse staat ging in de 19e eeuw aanhoudend failliet. Het was net Philips II. Of zegt u dat ook niks? Ja, toch wel. Ja. Philips II, ja. U moet, als u van Philips II, dan moet u in Wenen, heb je een prachtig museum, kunsthistorisch museum, daar is een gepolygromeerde kop van Philips II. En die hebben ze in een soort niche opgesteld. En niets vermoedend kom je daar om de bocht als Nederlander, en dan staat hij daar. Het is wel zo'n rotkop, hè? Dat je denkt, nou begrijp ik het, de opstand, nu, hè? Nu begrijp ik waarom wij ons zelfstandig hebben gemaakt en met zulke grote voordelen op de lange termijn. Als je even nu denkt aan wat de Habsburgers uiteindelijk overkomen is natuurlijk. Al deze zogenaamde lessen uit de geschiedenis waarover u leest in krant en tijdschrift, die zijn gebaseerd op analogieën. Dat we zeggen, op de schijn van gelijkheid tussen situatie A en de nieuwe situatie B. En als er één ding is waar u vooral niet gebruik van moet maken, is het van analogieën. Laat ik ook weer een klein praktisch voorbeeld geven. U weet, vorig jaar was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. En verdomd, de kranten stonden vol met stukken dat de huidige situatie in de wereld ook sprekend leek op nou ja, de junicrisis en alles wat daarna gekomen is. Terwijl, nou misschien dat het aan mijn defecte historische kennis ligt, dat zou kunnen. Maar ik dacht dat je veel kon zeggen over de situatie vorig jaar, maar niet dat die leek op de junicrisis in 1914. En toch stond er in de NRC zo'n stuk van Neil Ferguson, toch niet de eerste de beste. Wel een kletsmajor en een fabulant, maar toch niet de eerste de beste. Ja, ik zeg het maar even zoals het is.
Hij schrijft leuk en zo. En, dus laat u niet weer houden zijn werk te raadplegen. Maar goed, zo'n stuk waarin stond nou, dat we echt heel voorzichtig moesten zijn. Hè? Of het zou weer volkomen fout gaan. Dat kwam natuurlijk door dat vervelende gepruts van onze vriend Poetin. Onze ex-vriend Poetin in het oosten van de Oekraïne. En sinds die tijd, dat weet u, heeft u het al in de krant kunnen lezen, dat die Poetin echt de verschrikkelijkste plannen heeft. Hey, na dit komen de Baltische Republieken. En dan valt die Polen binnen. En dan stoten die panzerdivisies in één ruk door naar Berlijn. En dan wordt de voormalige DDR, die wordt hersteld in ere. Per slot van rekening een belangrijke arbeideristische staat. Met dat unieke autootje. Wat de eerste jaren zonder verwarming werd geleverd. Dat ik ook even iets over auto's zeg. Dat denken wij nu. En dat wordt uitgebreid gebruikt door degenen die er belang bij hebben dat het budget, het militair budget, weer wat omhoog gaat. Zonder dat iemand mij uitlegt wat er dan precies met dat extra budget gaat gebeuren. Als iemand mij kan uitleggen, nou, dan doen ze dit mee, dan doen ze dat mee, en zus, en dan doen ze zo mee. Dan zou ik zeggen, nou, oké, daar zie ik wel wat in, maar dat wordt me niet uitgelegd, er moet gewoon meer. En dan denk ik altijd, dat is toch ook een beetje symboolpolitiek, hè? Dacht u ook niet bij het beschermen van het spoorwegwezen in Europa, dat gewoon pure symboolpolitiek is, hè? Dat is voor de bühne. Het spoorwegsysteem is niet te beschermen. Dat is een volstrekte illusie. Als u denkt aan het aantal instappunten, het aantal treinen, het aantal passagiers, wat sowieso geloof ik al 10 tot 20 maal zo groot is, het aantal luchtreizigers, is het flauwekul. U moet gewoon instappen en het risico dat u door een halve garen met een AK-47 doorzeefd wordt, dat moet u op de kloop toenemen. En als u toch op weg bent naar Parijs, wat is er een mooier moment om te sterven dan dat u op weg bent naar Parijs. Hè? Ja, even kunt u in Brussel-Zuid uitstappen, want daar was hij geloof ik ingestapt als ik het wel heb. Ja, België natuurlijk. Nee, dat is flauwekul. Het gekke was, al die ministers werden geïnterviewd en die zeiden allemaal, oh, hartstikke nuttig en belangrijk dat dat ging gebeuren. Toen kwam de Duitse minister, als ik het me goed herinner, en die zei, ja, we kunnen dat helemaal niet beveiligen, dat is een volkomen irreële verwachting. Hier kun je niet iets leren van de geschiedenis, hier kun je iets leren van je eigen gezonde verstand. Ja. Ja, ik moet u zeggen dat ik nog jarenlang treinen heb laten lopen waar een groep Molukkers instapte. Daar wordt nauwelijks om gelachen omdat we dat al lang weer vergeten zijn. Hè? Het wonderlijke is dat ons nu terroristisch gezien in Nederland, afgezien van de moord op Theo van Gogh, niets overkomen is tot op heden, ondanks de substantiële kans op een aanslag in Nederland. En het schijnt dat Geert iets verschrikkelijks heeft gehoord. Namelijk dat heel Nederland in handen van IS zal worden gegeven. Zonder dat we dat wisten. Maar in dat tijd hebben we veel koeler en veel meer met gezond verstand gereageerd op die Molukse crisis. Dan we nu doen op de veronderstelde verschrikkelijke gevaren die ons bedreigen. Ik dwaal lelijk af. Potsverdrie. Ik heb dat altijd, dat de tijd sneller voortschrijdt dan mijn brein. Wat op zichzelf uit hoogte van de relativiteitstheorie een interessant gegeven is natuurlijk, hè? Als u er even over na zou denken. Ja, die analogieën, daar moet u enorm voorzichtig mee zijn. Sterker nog, u moet alle analogieën in feite moet u uitbannen. En de beroemdste analogie die er is, die heeft te maken met de geschiedenis van de vorige eeuw. Dat is de Weimarrepubliek en het falen van de Weimarrepubliek en het eindigen van de Weimarrepubliek in een soort electorale chaos. Het aan de macht komen van Adolf Hitler. Zonder overigens dat hij een meerderheid had in het parlement. Maar toch, het was de grootste partij geworden. En vervolgens natuurlijk de 12 gruwelijke jaren van het nationaalsocialisme. Bij vrijwel alles wat ons in de Koude Oorlog overkwam. In de jaren 40 en de jaren 50 en ook nog wel daarna, misschien een beetje afgezien van de détentejaren, werd altijd gezegd, ja, hè, we weten wat er gebeurd is in de jaren 30. Toen zijn we te soft geweest, we hebben niet opgelet. Hè.
Het is hetzelfde wat je nu weer hoort over Poetin. We hebben niet opgelet. Maar is het huidige Rusland te vergelijken met het nationaal-socialistische Duitsland van de jaren 30? Voor geen meter. Rusland is natuurlijk een reus op leme voeten. Rusland is een land waar het in feite tot niets in staat is. Ja, ik moet zeggen, ik zou verrast zijn als ze morgen de drie Baltische republieken bezetten. Maar ik zou zeggen, dat zou, als ik Poetin was, zou ik dat niet doen. Dan zou ik bij dat kleine kinderachtige gepruts in de Oekraïne blijven. Hè, want daarmee blijft hij aandacht trekken en vervelend doen en de situatie op losse schroeven zetten. En, nou, dan lijkt het net of die van betekenis is, machtspolitiek. Maar dat is die helemaal niet. Dat is nou juist waarom die doet wat die doet. Hè, om zichzelf belangrijker te maken dan die in werkelijkheid is. We kunnen hem in alle opzichten simpelweg economisch de nek breken. Maar goed, dit. Ja, de hele Koude Oorlog werden wij vervuld met die vergelijking. Pas op, want Hitler. Hè? Stalin was gelijk aan Hitler. Nou waren ze allebei even ongelooflijke boeven. Daar bestaat niet de geringste twijfel over. Maar het waren totaal verschillende boeven. Hè? Ja, ze hadden ook allebei een snor, dat wil ik toegeven. Maar Hitler rookte niet. Terwijl Stalin een fameuze pijproker was. Dus er zijn wel verschillen. Ja, ik denk als Hitler nu geleefd had, zou hij op GroenLinks stemmen, denk ik hoor. Want hij was vegetariër. Hij was niet roker. Hij was een groot dierenvriend. En als het nationaal socialisme gewonnen had, zou er een speciale ministerie komen voor de dierenliefde. Nou ja, het doet ook een beetje aan Dion Graus denken, hè? Ja. Ja, oké. Ik wil maar zeggen, er zat een groen randje aan Adolf Hitler. Ja, ik zeg dit om te pesten hoor. Trekt u zich het niet al te veel aan. Als u denkt, als u echt dol bent met Jesse Klaver, dan zou ik zeggen. Van mij mag het. Het lijkt me een schat van een jongen eerlijk gezegd. Ja, dus vrijwel alle situaties waarin de media zeggen, oeh, wat is dit erg verschrikkelijk, een dictator. Dan moet u zich realiseren dat in de jaren 30 de dictator aan de macht kwam in het op één na industrieel succesvolste en best georganiseerde land ter wereld, namelijk Duitsland. Want dat moeten we nog even bijzeggen. Dat we hebben Duitsland, ik zeg even we, omdat ik altijd tot de goede hoor. Als de afstaffende Schippers wint, dan zeg ik, we hebben gewonnen. En als ze gedisqualificeerd worden, zeg ik, wat stom dat ze gedisqualificeerd zijn. Hè? Daar heb ik helemaal niks mee. Daar voel ik niks voor. Dat is iets wat u steeds centraal in de gedachten moet houden. En dan zal ik u een voorbeeld geven, dan kunt u ook checken wat ik gezegd heb. Er bestaat namelijk het is een beetje medel geschreven, het zijn academici, maar toch is het een leuk boek en dat heet Thinking in Time. En ik geloof dat de ondertitel is The Uses of History for Decision Makers. Dat is geschreven door een Amerikaanse historicus genaamd May en een Amerikaanse politicoloog genaamd Neustadt. Zoekt u het maar even op straks en u kunt het even lezen, een heleboel case histories. En dan vragen zij zich af, kunnen we daar nou, nadat ze er lang over hebben nagedacht en allemaal werkcolleges hebben gegeven in Harvard, dus dan weet u al wat een fantastische werkcolleges dat ongetwijfeld zijn geweest. Beste universiteit ter wereld, ja. Maar heel kort even over de beste universiteiten ter wereld. Het gaat hier steeds om research universiteiten. Het gaat helemaal niet om Harvard College. Harvard College is geen haar beter dan de eerste, de beste normale opleiding aan de Nederlandse provinciale universiteit. Je kunt je, nou ja, laat ik niet in details treden. Hè. Maar Harvard als research university, waar immense hoeveelheden geld in kunnen worden gepompt, omdat het een privaat gefinancierde universiteit is, dat is heel andere kost. Hè. Net zo goed als de Utrecht Universiteit op zichzelf tal van afgestudeerde historici oplevert die heel weinig kunnen. Ik ben er zelf bij geweest, dus. Dat je echt denkt, ik hoop dat die chef van de plantsoenendienst een Roermond wordt. Want ik moet er niet aan denken dat hij stukken in de NRC gaat schrijven. Hè?
Dat zou tot de grootste rampen kunnen leiden. Gelukkig kun je ook, als een slechte historicus richt geen rampen aan. Hè? Maar heeft u zich wel eens, als u medische specialisten kent, hebben ze u wel eens verteld dat je ook in de opleiding voor chirurgie lui zitten, nou, die nog geen stopcontact kunnen aanleggen. Hè? En dan moeten ze bij u een vijfvoudige bypass aanleggen. Maar ze maken, dat is het mooie van het medische beroep, dat is één gesloten bolwerk en ze zullen u nooit vertellen, ga niet naar Janssen. Nou, sommige Janssens misschien, stond in de krant en zo. Ja, wat leert, nadat ze al die case histories hebben doorgemarcheerd, en met name natuurlijk in het bijzondere, want het boek is van de jaren 80, de Vietnamese oorlog, een klassieke case history van een reeks van werkelijk onbeschrijfelijk stomzinnige besluiten, die allemaal gestuurd worden, zoals zo vaak in de politiek, door korte termijn opportunisme. Hè? Waardoor wordt Rutte gestuurd? Door korte termijn opportunisme. Waarom zei hij geen cent meer naar de Grieken? Omdat dat op dat moment, in die discussie voor de televisie, een hele lollige uitspraak was. He, zo die Rutte, he, die staat ergens voor. He, dat is een man uit één stuk. He, geen cent, wel die lullige Samson zei nog, nou ja, als het nou heel moeilijk wordt, dan misschien toch, he, een zakkenwasser. He. Die Rutte, daar kun je op vertrouwen. He. Ja, denk ook aan die €1000. Ik had een elektrische fiets besteld. Heel pijnlijk. Die heb ik weer af moeten bestellen. Nou ja. Tot wat voor conclusies komen May en Neustadt in dat boek Thinking in Time? En dat zal, ik zeg het maar even, dat u niet gaat zitten mopperen onder elkaar. Het zijn zeer, zeer teleurstellende conclusies. Want eigenlijk, nou, wat is de belangrijkste les die u kunt leren uit de geschiedenis? Volgens May en Neustadt na dat dikke boek. Dat is, neem geen overhaaste besluiten. Nou, wat zegt u vaak thuis tegen uw echtgenoot? Neem geen overhaaste besluiten. En zij zegt meestal tegen u, bestel die fiets nou af, want die €1000 komen niet. En dat bleek ook volkomen juist te zijn. Ja. Ja, ook een heel stom, ja, sorry dat ik even iets tussen haakjes zeg, de campagne van de VVD in 2012 moet wel een absoluut totaal dieptepunt zijn geweest in Nederlandse politieke campagnes. Dat dan de grootste partij wordt, geeft de mens toch te denken. Goed, dat weet u ook weer. Ja, ik word vaak beschuldigd van partijdigheid en dat is volkomen terecht. Ik ben ontzettend partijdig en als ik ergens kritiek op heb, is dat volkomen terechte kritiek. Ik ben partijdig op grond van objectieve overwegingen. He? Ik krijg ook altijd kritiek omdat ik zeg dat de meeste Republikeinen niet goed bij hun hoofd zijn. Dat is niet in klinische zin, ze hoeven geen pillen te slikken bij wijze van spreken. Maar als de politiek van de frontrunners van de huidige Republikeinse partij zou worden gerealiseerd, wat natuurlijk niet het geval is, dat begrijpt u ook wel. Zelfs als Trump het wordt, zal dat niet het geval zijn. Dan is dat zeer, zeer schadelijk voor de Verenigde Staten. En voor miljoenen Amerikaanse staatsburgers. Maar als ik dat zeg, dan ben ik partijdig. Wat vindt u daar nou van? Ja, pas op dat u me niet tegenspreekt, hè, want dan kunt u wat mij betreft meteen vertrekken. Ja, ik ben, wat dat betreft ken ik geen meelij. Goed. De eerste les is dus, neem geen overhaaste besluiten. Neem rust. Zorg dat u in een rustige situatie tot een besluit kunt geraken. En een tweede puntje, dit is allemaal nog het eerste punt, maar een tweede puntje bij het eerste punt is, als u besluit iets te gaan doen, formuleer dan van tevoren uw doelstellingen. En zorg dat u, als het eenmaal uitgevoerd wordt, dat u niet leidt aan wat zo fraai heet, mission creep. Hè? Je bent er eenmaal en denkt, nou ja, laat ik dat nou ook nog even doen, want het zou wel handig zijn, dit is mijn kans. Nou ja, dat leidt meestal tot de meest gruwelijke resultaten. Wat is de tweede les die zij trekken? Gebruik nooit analogieën.
neem geen enkel besluit op basis van analogieën. Geen enkel. Wie die analogie ook debiteert, ze duigen nooit. Want dat had ik misschien al eerder moeten onthullen. Het is een van de meest eigenaardige aspecten van de geschiedenis. Dan anders dan wat u nog wel eens hoort van ooms en tantes. Oh ja, ik weet het nog dat ik geschiedenis ging studeren. Dat vonden ze al vrij stom. Ja, daar verdien je geen cent mee, zoals u weet. Ik waarschuw maar even, je wordt er niet rijk van. Behalve dus historici die niet gediplomeerd zijn, zoals Geert Mak. Ja, dat is ook wel curieus. Ironisch is dat eigenlijk, hè, dat dat zo is. Het juicht dat wel toe, overigens. Want ik vind dat Geert overigens, kom ik even op terug, in het publieke debat moedig geopereerd heeft. Ik zeg niet dat hij altijd gelijk heeft gehad, maar had de moed van zijn overtuigingen. En dat kan ik van veel academische historici jammer genoeg niet zeggen, omdat ik helemaal niet weet wat hun overtuigingen zijn. Waarschijnlijk omdat ze objectief zijn of zo, weet ik veel. Dat zou kunnen. Dus denk nooit in analogieën. De geschiedenis herhaalt zich niet. He, van l'histoire se répète. Dat is nou net precies wat de geschiedenis niet doet. Het lijkt erop. He. Zoals de meeste katten op andere katten lijken. Dat zal u wel eens opgevallen zijn. He. U ziet direct dat het geen hond is. He. Maar toch zijn al die katten verschillend. Als u studie van katten zou, zoals u er een paar heeft, zoals ik. En u maakt studie van die katten, zult u zien dat ze allemaal heel verschillend zijn. Hele rare voorkeuren hebben. En zelfs wanneer ze naast de familie zijn, nog zich gedragen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk, hè, dat ze psychologisch zo ver uit elkaar liggen als kat. Hè? Ja. Nou ja, u weet dat het bij mensen in grote trekken ook zo is. Nou, zo is het eigenlijk ook met historische situaties. Hè. Er zijn analogieën, er zijn patronen waarbij je denkt, dat lijkt wel een beetje op, hè? Dat kan zijn, maar het klopt nooit precies. En als u dus zou handelen op grond van kennis uit het verleden, dan blijkt u verkeerd te handelen. Dan blijkt u iets te doen waarvan je achteraf zegt, had ik het maar niet gedaan. Dus les 1, die is hopelijk nu duidelijk, les 2, geen analogie. En les 3 is eigenlijk hoogst interessant. Want daar komt de beroepshistoricus of desnoods de geïnteresseerde leek. Die kan naar voren komen en iets nuttigs doen. U kunt eigenlijk als historicus al iets heel nuttigs doen door te wijzen op het feit dat je nooit naar analogieën moet handelen. En punt 3 is dat de historicus duidelijk moet maken hoe de situatie waarin u gaat handelen, hoe die ontstaan is. Want als u weet hoe een situatie ontstaan is, als u weet hoe we aan het persoonsgebonden budget zijn gekomen, dan heeft u misschien ook iets meer materiaal om een analyse te vervaardigen, waardoor we van het persoonsgebonden budget weer af kunnen komen, of het wellicht zo kunnen hervormen dat het niet extreem fraudegevoelig is. Zoals zoveel lollige regelingen die we de laatste 20 jaar bedacht hebben. Die eigenlijk allemaal uiteindelijk open einde regelingen bleken te zijn. Ja, ik heb wel eens meelen met Martin van Rijn. U niet? Of hij heeft zo'n tragisch gezicht. Hè? Ik ben ervan overtuigd dat Shakespeare nog zou leven, dat hij een magistraal drama over Martin van Rijn zou kunnen schrijven. Hè? Die vader in die talkshow en die moeder natuurlijk ook. Ja, die kun je als laten beginnen als heks op de heide en zo. Nou ja, de mogelijkheden zijn legio. Hadden we nog maar Shakespeare's, hè, maar die hebben we niet meer, zoals u weet. We hebben alleen nog maar dramaturgen die, dat zijn dramaschrijvers die iets kunnen schrijven over criminaliteit. Hè. We kennen alleen nog maar drama wat op enige wijze van zijn dramatiek moet worden voorzien door criminaliteit. Hè, waarbij allerlei bekende filmsterren zomaar doodgeschoten worden. Wat sowieso wel gek is natuurlijk. Ik zal geen praktische voorbeelden geven hoeveel ik er ken. Maar misschien is het voldoende om te zeggen dat Flikker Maastricht heel weinig met de werkelijkheid te maken heeft. U had al zo'n vermoeden waarschijnlijk dat dat zo is. Dat is ook de reden dat het zo'n populair programma is. Want als je een drama zou laten zien, wat geënt is op de Nederlandse politionele realiteit, dan zou u snel afhaken, want u weet minder dan 25% van de gevallen wordt opgelost.
Dus als u een serie van 10 programma's zou maken, dan zou u, dan mogen u wel blij zijn als in 3 gevallen een oplossing wordt aangeboden. Hè? In die andere 7 zegt die hoofdrolspeler aan het eind: we hebben geen idee. Geen idee. Ze zijn ontsnapt naar België. We doen ons mist, maar ja, keiharde aanpak, maar nee. Jammer genoeg, we zullen er ook nooit achter komen trouwens. Al moet ik zeggen dat het cold case team kennelijk wel bestaat uit mensen die iets kunnen, want die komen wel regelmatig met verrassende ontwikkelingen. Ja, dus in die derde, bij dat derde punt, hè, dat je kunt laten zien hoe iets tot ontwikkeling is gekomen. Hè, als u kijkt naar het Palestijns-Israëlische probleem, dan, u begrijpt er eigenlijk geen reet van. En u heeft een soort natuurlijke neiging om die Israëli's gelijk te geven, want die komen altijd vrij verstandig over op televisie, spreken goed Engels, zijn allemaal naar Harvard geweest trouwens. Hè. En dan komen die Palestijnen, die hebben een rare hoofddeksel op en die spreken gebrekkig Engels. Als je die één tip zou moeten geven, hou op met dat kinderengels. Hè. Want dat maakt altijd een hele beroerde indruk. Maar ze hebben mij daar nooit over gebeld. Maar als u de situatie nauwkeurig zou bestuderen sinds 1948, dan zou u misschien toch eindelijk begrijpen waarom Dries van Acht tegenwoordig zulke merkwaardige opvatting heeft. Maar goed, dat mag u ook helemaal zelf proberen te bedenken. Nou, ik ben wel zo'n beetje aan het eind van mijn verhaal. Het zal u duidelijk zijn, heb je iets aan geschiedenis? In de zin dat die kennis een licht werpt op de toekomst? Nee, daar heeft u er helemaal geen ene bal aan. Wat is de belangrijkste technologische ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar? Wat doe eens een gokje. Terwijl ik even op een iPhone druk. Oeh, 8/9. He, de vliegtuigstand. Dat de ding een vliegtuigstand is, dat heeft op zichzelf al. He, heeft u andere toestellen die een vliegtuigstand hebben? He, die thuis bij de ijskast zegt, laat me even op de vliegtuigstand zetten. Maakt ze wel lawaai. Nee, dat doet hij niet. Nou ja, ik heb het u al verklapt. De belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar is de smartphone. He, niet wat die telefoons kunnen, dat is verbijsterend. En het is ook duidelijk dat ze zeer algemene en verstrekkende maatschappelijke gevolgen zullen hebben. Of dat nu de taxibranche is of andere onderdelen van die smartphonewereld. Heeft iemand dat aanzien komen? En wat dat betreft is een van de allerlolligste vakken, dames en heren, een van de lolligste onderdelen waar u over iets over kunt lezen, is het verleden van de toekomst. He, dat u kijkt wat ze dachten in de jaren 70, hoe het verder ging met de wereld. Dat is echt, niets is zo instructievol om u te leren dat wat wij nu denken over wat in de komende 40 of 50 jaar gaat gebeuren, dat we daar geen verstandig woord over kunnen zeggen. Weet u wat we dachten? Zullen we even voor de aardigheid het rapport van Rome nemen? Weet u het nog? Dan waren we al zo'n beetje, dan had de helft hier maar gezeten. Hè? De rest was verhongerd. Of dood gegaan bij verschrikkelijke rampen. En nou ja, dat waren het grootste deel van onze noodzakelijke grondstoffen zouden lang uitgeput zijn. We zouden in feite in bottige regenjassen langs de gevel schuivelen. Hè? Terwijl dat dakpan op ons hoofd zou vallen. Het zou een wereld van doffe ellende en gebrek zijn. En kijk eens, u zit hier, u bent wel gevoed. Wie heeft de honger? Nee, er zijn misschien meer mensen die te veel gegeten hebben. Iets te veel gehaktballen gegeten. Maar honger hebben we niet en honger hebben ze in India ook niet meer. Terwijl toen zag het er eigenlijk anders uit, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Wat dachten we in de jaren 70 over het klimaat? Kunt u zich dat nog herinneren? De oudjes onder ons. De jongeren die hebben het even geleefd, dus daar hoeven we niet toe tegen te praten. Wat dachten we over het klimaat in de jaren 70? Het werd steeds kouder, juist. Waar zou dat toe leiden? Woestijnvorming. Het wordt nu steeds warmer. Waartoe zal dat leiden? Woestijnvorming, ja. Dat is een hele interessante ontwikkeling. Wat er ook gebeurt, de woestijnvorming neemt hand over hand toe. Ik verzin het niet. Ik heb het niet verzonnen.
Als u een toekomstfilm uit de jaren 70 ziet, wat ziet u dan? Auto's die kunnen vliegen. Ze stappen in, het stuur vouwen ze in, ze drukken op de knop en boep, ze gaan omhoog. Hè? En nou is dat nou juist iets wat helemaal niet, godzijdank, niet gerealiseerd is. Het is al moeilijk genoeg om in een tweedimensionale wereld een auto te besturen, laat staan in een driedimensionale wereld. Hè? Ik weet niet of u wel eens gevlogen heeft, maar dat is een hele rare klus. Hè? Gelukkig heb je tegenwoordig een automatische piloot. Hè? Eigenlijk hebben vliegtuigen al lang wat we nu ook krijgen aangekondigd voor de auto in de komende 40, 50 jaar. Namelijk een automatische piloot. Is dat niet eigenaardig? Dat u het heel normaal vindt als u met de Boeing over de Atlantische Oceaan vliegt. Dat de piloot zegt, nou ik ga pitten dames en heren, ik heb de automatische piloot aangezet. Wat tegenwoordig een door en door geruststellende gedachte is. Want u weet als ze hem uitzetten. Nou, bent u goed te klos, hè? Dat weet u zo langzamerhand wel. Er zijn frappant veel van dit soort van ongelukkige voorbeelden. Ja, kortom, we kunnen er. Maar niemand heeft voorspeld dat er een smartphone zou komen. En hoe dat zo'n beetje zou werken. En dat als je ergens wandelt en je denkt, Jezus, ik ben verdwaald. En dan denk je, wat moet ik nou toch? Als ouderen denk je dat. En dan denk je, ik heb een iPhone bij me. En dan druk je op een knopje. Namelijk van dat kaartje. En dan kun je, dus, hoe ben ik daar? En dan loop je zo naar huis. Als je provider tenminste de roaming niet uitgezet heeft. Hè? Want misschien moet dat mijn laatste opmerking zijn. Dat die mobiele telefonie, dat is gewoon één groot crimineel systeem. Hè? Dat is echt schandelijk. Wat we daarvoor moeten betalen, terwijl het hun reet kost. Goed, dit lijkt mij een heel goed punt. Maar mijn punt komt er simpelweg op neer. Dat we over de toekomst nauwelijks iets verstandigs kunnen zeggen. Ik kan u wel een hele reeks van voorspellingen doen, maar dat slaat helemaal nergens op. Daarom ga ik het ook helemaal niet doen. Daar komt bij, ik ga het ook niet meemaken. Hè. Dat is wel, moet ik u zeggen, naarmate je ouder wordt, laat ik de oudjes ook een hart onder de riem steken. En er worden allerlei verschrikkelijke dingen nu ook weer met die klimaatopwarming, hè, de woestijnvorming. Ik heb begrepen dat de helft van de bevolking van Bangladesh, heeft al eigenlijk een kaartje gekocht voor West-Europa. En ja, hoe dat allemaal gedaan wordt, ik zeg. En dan zeg ik altijd tegen mijn echtgenoten, mijn tijd zal het wel duren, hè. Tegen de tijd dat ze hier zijn, ben ik dood. En dat is zo'n geruststellende gedachte. Hè? En misschien moet ik toch een historische figuur. Ik weet helemaal niet eens of het niet achteraf verzonnen is. Hè? Want wat zei Lodewijk XIV na ons de zondvloed? Après nous le déluge. En ik moet zeggen, laat ik daarmee afsluiten. Na ons de zondvloed, dank u wel. Klimaatopwarming gesproken, hè, dat is die verloopt hier in de aula wel heel erg snel, moet ik zeggen. Jongen, jongen, je zou je palmen kunnen kweken. Hè. Er zou een hele grote dadels aankomen. Ik ben graag bereid kritische vragen te beantwoorden. Misschien zijn er mensen die iets willen voorspellen voor de toekomst. Of die menen nou, dat. Nu leeft hij nog, dus nu kan het nog. Ik geloof dat jij even het microfoontje wil loshalen. Ja, maar zoals Maarten van Osmen inderdaad zegt, we hebben nog even tijd voor wat vragen uit de zaal. Ook de mensen, zijn er nu een paar mensen die weglopen. Dus ook de mensen die in die zaal vooraan zitten. Heeft u nog echt een brandende vraag? Hey. Nu kan het, dus kom gerust even hier naartoe. Dan probeer ik u ook even aan het woord te laten. Ik kijk even rond. Nou, valt er mee. Ja, ik zie daar. Dank je. En daar loop ik dan eventjes naartoe. Ja, Maarten van Rossum is ook bevrijd van zijn andere microfoon. Nog even opnieuw de hand, want ik ben je kwijt. Ja. Ja. Oh. Ja. Ik wil toch even een analogie aanhalen. Maar ik vind hem interessant, als je weet. Als ik hoor over historici die praten over voorspellen van de
toekomst en over hoe problematisch het is, dan denk ik, dan moet ik altijd zelf denken aan, ik heb zelf een achtergrond in natuurkunde. En dan moet ik denken aan hoe in de klassieke oudheid Aristoteles ervan overtuigd was dat de natuur vol zat met spontaniteit, dat je die niet kon dat je geen wiskunde kon gebruiken om die te beschrijven, laat staan iets over voorspellen. Dus kijkend naar geschiedenis, denk ik dan, is het nu inherent aan de geschiedenis dat we er niks over kunnen voorspellen, dat we niks over de toekomst kunnen voorspellen? Of ligt het gewoon aan onze bepaalde historiografische methode? Ja, ik heb altijd begrepen dat filosofen van mening zijn dat eigenlijk alles gedetermineerd is. Omdat als je alle factoren die in dat gedetermineerde proces een rol spelen zou kennen, zou weten wat er gaat gebeuren. Van mij mag dat filosofisch juist zijn. Misschien denkt Ad Verbrugge dat. Maar aangezien we met zekerheid kunnen zeggen dat we nooit alle factoren zullen kennen die tot het gedetermineerde resultaat leiden, kunnen we er net zo goed en veel beter van uitgaan dat het niet gedetermineerd is, zou ik zeggen. Ik betwijfel overigens nog, als je er van allerlei moderne natuurkundige inzichten bij gebruikt, of dat ook daadwerkelijk zo is. Ja, en Aristoteles vind ik sowieso een, ik weet niet wat u eigenlijk precies zei, maar dat is een beetje een wonderlijke figuur. Eigenlijk is Aristoteles wel interessant als voorbeeld. U weet dat Aristoteles zei dat, dat er in de natuur geen vacuüm kan zijn. De natuur heeft de pest aan vacua. Nou bestaat de natuur niet. Het is niet zo iemand die zegt, ik heb zo de pest aan vacua. Dan moet het trouwens met me. Want van mij mag je dat zeggen, Aristoteles had dat van mij mogen zeggen, als hij een lollig proefje had gedaan waaruit onomstotelijk was gebleken dat vacua niet kunnen bestaan. Maar het gekke is dat we, ik geloof, 2000 jaar gedacht hebben dat dat zo was, omdat Aristoteles het had gezegd. Ja. En in die zin heeft de westerse beschaving, als we dat zo mogen noemen, iets buitengewoons gedaan, want op een goede dag zei, ik geloof dat Galilei de eerste was, dus dan zit je in 1630 of zoiets dergelijks, die zei, ja, dat kan hij nou wel zeggen, maar laten we nou eens een proefje verzinnen, waardoor we eventueel erachter kunnen komen of een vacuüm kan bestaan, ja of nee. En nou goed, toen hebben ze een proefje verzonnen, ik ben even die naam van die man vergeten, maar je kunt verder een hele reeks van Italianen, Torricelli enzovoort, en die hebben een heel leuk proefje verzonnen, en daar bleek onmiddellijk en zonneklaar dat een vacuüm heel goed kan bestaan. Helemaal geen probleem. Nou, dan krijg je de Maagdenburger halve bollen. En dan kun je een kat opsluiten in een glazen ruimte. En dan pomp je de zuurstof eruit. En ja. Ik moet eerlijk toegeven dat alle katten dan doodgaan. Dat is wel waar. Er zijn geen katten bij die je dan even toewijven. Hè? Omdat hij even geen zin heeft om zuurstof in te ademen. Ik heb dat altijd een prachtig voorbeeld gevonden van een geloof aan autoriteit. Hè? Aristoteles was een onomstotelijke autoriteit. Hij had iets gezegd, dus was het waar. Dat zegt geen reet. Autoriteiten kunnen zoveel beweren. Je zult empirisch moeten aantonen of het wel waar is of niet waar is. En vaak is dat zeer wel mogelijk. Hè? Je kunt empirisch aantonen dat de huidige zogenaamde immigratiecrisis voornamelijk een crisis is, omdat we onze zaken niet behoorlijk op de rails hebben. En zo zijn er wel meer dingen, hè, waarvan je kunt zeggen, ja, ik wil nou wel beweren. Ja, je kunt wel beweren dat die republikeinen ook lang niet gek zijn, maar dat kun je empirisch aantonen dat dat onzin is. En dat je onvermijdelijkerwijs moet toegeven dat die voor ons een groot gelijk heeft. Vaak is dat in vrijwel alle gevallen, kunt u daar redelijk op koersen. Behalve die gevallen dat ik ongelijk heb. Komt ook voor. Dankjewel. Zijn er verder nog vragen? Ja, ik kom even naar. Ja, daar was hij. Ik kom eerst even. Meneer. Oh, mag ik een beetje eigenwijs zijn? In de jaren 30 hadden we een geldcrisis. In de jaren 60, in de jaren 90, de bankdirecteuren zullen zo'n 20, 25 jaar die kans niet laten ontlopen. U wou zeggen, het gaat weer gebeuren. Zonder twijfel. Ik ben dat 100% met u eens. Uw probleem is dat u niet kunt voorspellen op welk moment. Dat is net als met die winter en die voorjaar. En, nou ja, hè?
Nou ja, dat de winter komt, oké. Okay. Maar of die streng is of niet, dat weet u niet. De kredietcrisis was een ernstige financiële crisis. De ernstigste sinds de jaren 30. Overigens niet te vergelijken met de jaren 30 in de maatschappelijke repercussies en de ernst van de algehele toestand. Wat we te danken hebben aan het feit dat we veel welvarender zijn dan in de jaren 30. Maar dat er weer een financiële crisis zal komen. Ongetwijfeld. Al zal ik waarschijnlijk dood zijn. Dus ja, kan mij niet zoveel schelen eigenlijk. Hoe oud bent u? 84. Oh, u kunt rustig voort. Helemaal geen probleem. Helemaal nou, geen u dus ontvlucht. Hier vooraan was ook nog een opmerking of een vraag. Mevrouw. Ja, ik denk een hele simpele vraag eigenlijk. Vindt u nou, hè? De mensheid bestaat al een heel tijd, hè? Nou, niet zo lang eigenlijk. Als soort stellen wij niks voor. Nee, maar ik bedoel, vergeleken met onze eigen leeftijd, een hele lange tijd. Ja, dat ben ik met u eens, ja. Maar vindt u niet, ja, ik vind het niet samenvallen met historie, maar wel met wat we, met het verleden, dat we er toch van dingen van leren, vind ik. Dat we toch niet allemaal meer, dat we, bijvoorbeeld ik denk dat het wel belangrijk is dat we nu in Europa allemaal één Europa hebben. We hebben in ieder geval geen oorlog, zo gauw. Dat vindt u, maar dat zelfs u, ja. In deze zaal zijn mensen die willen maar één ding uit de EU en terug naar de gulden. Hè? Dat zou kunnen, maar en allemaal, het is... En allemaal Volendammer pikbroek aan en nou, elke denk ik dat de Wilhelmus zingen. Ja, maar, nou ja, ik begrijp wat, ik begrijp wat u dan? Bedoelt. Ik zal proberen, wat zijn daar, voor mensen, zal proberen daar een antwoord op te geven. Wat u eigenlijk zegt met zoveel woorden is dat in een land als Nederland de boel, afgezien even van allerlei problemen, heel behoorlijk geregeld is. En dat je niet alleen, nou, West-Europa. Oké, doe niet moeilijk, West-Europa doen we erbij. He? Desnoods de Verenigde Staten ook. Desnoods. He? Bolivia zou ik zeggen, laten we er buiten. Syrië ook. Irak misschien ook wel. Ja, en laten we proberen dat te verklaren waarom dat het geval is. Ik heb er al op gewezen dat als u terugkeert naar de Nederlandse opstand tegen het Habsburgse gezag, dan zult u zien dat die 80-jarige oorlog, dat in allerlei opzichten aanzienlijk gewelddadiger en ellendiger is geweest dan wij wel denken dat het was. Ik denk dat wat ons is overkomen, dat te danken is aan een reeks van factoren die niet overal makkelijk te realiseren zijn. En dat is dat wij een heel klein landje zijn, dat scheelt dan enorm. Want hoe groter je bent, hoe meer je geneigd bent om allerlei complexe ambities te koesteren wereldwijd. Stel voor dat Amerika bestond uit 50 onafhankelijke staten. Dan hadden we geen interventie in Vietnam gehad en we hadden geen interventie in... Nou ja, misschien dat een enkele staat had geïnterveneerd in Vietnam, maar dat had voor een enkele staat was dat een groot probleem geweest. In die zin moet je ook oppassen dat de EU natuurlijk niet één en dan vervolgens ambitieuze staat zou worden. Dus het moet altijd blijven, het moet altijd een ambivalente constructie blijven, zou ik zeggen. En dan denk ik, in die zin ben ik nog wel vrij optimistisch gestemd. Anders dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden, hebben we veel meer, laat ik het noemen, mondiaal bewustzijn. 100 jaar geleden gebeurde er, hè, daar had je een hongersnood in India, daar gingen in de Punjab 4 miljoen mensen dood. Nou, dat was al, meestal haalde dat de pers niet eens in Westen. Nou, misschien de Times haalde het wel, omdat het nu eenmaal niet waar de juweel in de Engelse kroon was. Maar verder haalde het eigenlijk de Europese pers niet. Nu zou dat een crisis zijn en dan wordt er voedsel gedropt of afgeleverd of wat dan ook maar. Ja, dat mondiale bewustzijn is toegenomen en de meeste mensen natuurlijk die doen daar eigenlijk vrij kinderachtig over. Hè? UN stelt niks voor, het strafhof stelt niks voor, dat is natuurlijk een heel voor de hand liggende cynische conclusie. Maar dat er een strafhof is, dat het de Amerikanen wel degelijk en terecht kwalijk is genomen dat ze in Irak hebben geïnterveneerd zonder toestemming van de Veiligheidsraad. Dat is winst. U kunt zeggen, nou, zo'n heel klein winstje. Maar in die zin
Laten we het even vergelijken met het Romeinse Rijk, voor het gemak. Niet dat hij iets vanaf weet, maar dat doet er niks toe. Je kunt redelijk beargumenteren dat het Romeinse Rijk ten onder is gegaan omdat het te groot was voor de bestaande technologie. Ja, dat klopt. Maar zou dat nu nog gebeuren? Want we hebben van dit soort rijken hebben we op dit moment in de wereld niet. Maar de technologie maakt het mogelijk om dat mondiale bewustzijn te creëren. Als u met die iPhone van mij, ik ga het niet doen, maar u zou het eventueel kunnen doen, omdat hij heeft er meer vertrouwen in dan ik, reist u naar Shanghai. Daar werkt hij ook. Ja, het is wonderlijk, maar daar werkt hij ook. Weliswaar word je dan enorm opgelicht door uw provider. He. Elke keer dat u opbelt kost u €300, maar hij doet het wel. Hij doet het wel. He. En dat was, denk aan het Romeinse Rijk toen niet het geval. Dus in die zin, en hoe zich dat verder ontwikkelt, weet ik niet. Want we weten niet precies wat voor, want we zijn nog steeds overgeleverd aan de nazistaat. Aan de nazistaat. Niet de nazistaat, maar de nazistaat. En de nazistaat heeft ons ontzettend veel goeds gebracht, namelijk interne solidariteit. He, stel voor dat u straks naar buiten komt en er liggen twee bedelaars daar op het Domplein. He, met open etterende wonden. En die roepen... Ja, u zou misschien denken, we zijn de verhaalstellers, maar dan stelt ze een echte bedelaars. Dat zou u niet fijn vinden. He. Dat vinden wij in Nederland niet prettig, zoiets. Dat moet opgelost worden, moet afgevoerd worden en geholpen enzovoort enzovoort. He. Zijn er twee Syriërs, dan denk je al van nou, eigen schuld, dikke bult. Dat zou kunnen. Want de nazistaat heeft die voordelen van de solidariteit, maar heeft het enorme nadeel dat het is een inclusief mechaniek en dan daarmee dus een uitsluitend mechaniek. En we weten niet precies hoe de wij doen er niks toe, wij zijn een mini-staatje, wij moeten ons heil, dat denk ik ook wel, in Europa zoeken. Dat geloof ik zeker, onder leiding van Timmermans. En nu is er weer een tweede Nederlander benoemd, hè, die als secretaris-generaal van de commissie, Italianer. Hè. Dan denk je, kijk waar een klein land groot kan zijn. Jammer dat ze mij niet geweld hebben, maar dat begrijp ik dan ook wel weer. Maar de Verenigde Staten en China, daarvan weten we niet precies in hoeverre zij traditionele nationale ambities zullen vertonen wanneer de mogelijkheden daar zijn. Denkt u aan de gezeik over die eilandjes in die Chinese zee. Hè? Dat je denkt, God allemachtig nog een toe. Moet dat nou hoog gespeeld worden, dit soort van flauwekul? Ja, klaarblijkelijk. Hè? Of denkt u aan Poetin? Het is altijd, je hebt altijd het gevoel dat iets vanuit een soort minderwaardigheidscomplex. Hè? Wat je het meest in de wereld opvalt is natuurlijk het collectieve minderwaardigheidscomplex wereldwijd ten aanzien van het Westen. Wij kunnen alles beter. Wij hebben alles uitgevonden. Ga ze maar door. Ja, ik las ik dwaal altijd een beetje af. Maar goed, ik denk dat de technologie, en dat is niet iets van waardoor wij beter, het is niet omdat wij betere mensen zijn geworden, want zijn wij betere mensen dan in het Romeinse Rijk? Nou, dat geloof ik niet. Als we morgen in het Ajaxstadion gladiatorgevechten organiseren, waarbij allochtonen om het leven worden gebracht. Want dat was wat ze deden in het Colosseum, vergeet dat niet. Het waren geen Romeinse burgers die daar om het leven werden gebracht. Dan zouden er tienduizenden mensen komen kijken. Daar ben ik vast van over. Ik heb niet de geringste illusie over dat soort dingen. Ja, ik heb even een stap gemaakt. We hebben het Ajaxstadion. Daar wordt nu gevoetbald. Dat leidt soms ook tot ernstige verwondingen. Maar het is meestal niet de bedoeling dat de tegenpartij, dat er ook doden vallen. Het is een wonder dat het niet gebeurt, maar als je morgen gladiatorgevechten organiseert in de arena, dan ben ik ervan overtuigd dat er in Nederland massa's mensen zouden komen kijken. Het is wel een voorspelling. Het is een voorspelling. Dus op basis van een analogie. Misschien kunnen jullie het organiseren.
Ja, nou, ik zou zeggen als wij een avond met Maarten van Rossum organiseren, misschien durven we dat dan ook wel. Ik wil Maarten van Rossum hartelijk bedanken. Nou, even, oh, maar ik wil nog heel zeggen. Even. Moet ik nog dat... Ik denk poging. Ik ben niet helemaal zeker van het gedrag van de nog steeds hele grote en machtige nazistaten. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Dat die hun... Je bent altijd verbaasd eigenlijk over... En zelfs kleine nazistaten kunnen zo ongelooflijk kinderachtig en zakken reageren. Dat je denkt, hoe is dat nou nog mogelijk? Ik zwijg, kijk, dat wou ik eigenlijk als voorbeeld geven. Ik las een boek. Ja, komt vaker voor. Maar goed, ik las een boek. En dat heet Sneeuw. Dat is een boek van Orhan Pamuk. En het gaat over een stad in Oost-Turkije die door tijdelijke klimatologische omstandigheden afgesloten raakt van de buitenwereld. En daar gebeuren allemaal gekke dingen. Heel erg gek, dus niet altijd even overtuigend. Maar eigenlijk is de thematiek van dat boek is hoogst interessant. Want de thematiek van dat boek is het diepe, diepe gewortelde minderwaardigheidscomplex van al die lui ten aanzien van het Westen. Want ze willen wel naar West-Europa, maar toch eigenlijk ook weer niet. En ik denk dat je een groot deel van de immense agressie in de huidige islam, dat je dat kunt zien als een soort reactie op dat minderwaardigheidscomplex waar ze onder lijden. Nou ja, we zijn ook rijk, maar we weten alles beter. Wij zijn eigenlijk, de westerse cultuur is dominant, is mondiaal dominant. Wat willen Chinezen? Diezelfde stomme spullen die wij ook willen. Er komen 4000 man op een tripje Chinezen naar Nederland en die gaan bij de Bijenkorf, gaan ze Vuitton tassen kopen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Dat je zo stom bent dat je een tas van 4000 euro gaat kopen. Dat je zou verboden moeten worden. Ja, dat denk ik altijd. Ik denk altijd dat moet verboden worden. En daarom is het goed dat ik niks te vertellen heb. Dat zie ik ook wel in. Maar, laat ik nog een laatste. Allerlaatste dan. Allerlaatste observatie. Lang, lang geleden, toen Geil in Utrecht wegging, hield hij een afscheidsrede. En daarin zei hij, en daar, het is hem toen nogal vrij kwalijk genomen, en er is veel kritiek op gekomen, maar ik zal het heel kort en wat simplificerend samenvatten. En daarin zei hij eigenlijk dat de westerse cultuur, dat die superieur was. En u hoort mij niet zeggen dat die superieur is, maar hij is wel van een zodanige aard dat alle andere lokale culturen in de wereld tot op heden, die in confrontatie zijn geraakt met die cultuur, het verloren hebben. En dat ligt niet aan de morele superioriteit van die cultuur, dat ligt gewoon hieraan. Hier ligt het aan. Aan het feit dat, ja, toevallig heb ik het nou niet zelf bedacht, maar het had ook niet kunnen gebeuren. Maar ik denk dat dat wel een rol zal spelen in de wereld die ons te wachten staat. Nou, ik ben nu al ver afgedwaald van alles wat verstandig is. Gelukkig ben ik er niet bij als het niet uitkomt. Ja. Nee, dat is een veilige einde.